En zo had iedereen wel iets. De fruitverkopers voelden zich rot, de handelaars hadden geen boodschap aan en de radiopresentatoren die gingen ineens masturberen. Verder heeft er op zich niks mee te maken, maar dat wou ik toch wel even vermelden, ja. En de boekhouders, die legden de boeken neer. Maar onze politici, de verkozen des volks, dat is heel raar, die deden gewoon verder. Die deden verder. Niemand weet precies met wat, maar ze deden wel verder. En dus dacht ik, dan mag ik ook een tirade maken. Nummerke 5, inmiddels genaamd de stilstand. Dat is slim, hè, de stilstand. Want we stonden met z'n allen stil. En ik ook trouwens. Ik stond ook stil. 6 minuten lang. Ik ben dood geweest. Had ik dat al gezegd? Dat was iets.